Yo mensen, mijn naam is Monster Milan en welkom bij de allereerste aflevering van FIFA 19 Career Mode AC Milan. We gaan beginnen. Voordat we beginnen, ik vergeet het eigenlijk bijna te zeggen. Geen zorgen over de Career Mode Fortuna, die gaat gewoon door. We gaan gewoon ook de Career Mode AC Milan spelen. Dat betekent dus dat we iedere week twee afleveringen gaan posten. En dat is één aflevering van Career Mode Fortuna Road to Glory en één aflevering van Career Mode AC Milan. Goed, als we dan AC Milan eventjes zien. En Milan is wel mijn club. Daar heb ik eerder ook over verteld in de Career Mode Fortuna. En eigenlijk sinds kinds af aan ben ik gewoon al fan van AC Milan. En ja, hoe dat eigenlijk ontstaan is, ja, dat is vaak moeilijk uit te leggen. Want vaak heb je gewoon bij een club heb je gewoon een gevoel. En dat gevoel had ik bij AC Milan. En het is gewoon heel pijnlijk om te zien hoe dat AC Milan gewoon is afgegleden. En eigenlijk ook omdat er financieel wel het een en ander mogelijk is. En ook omdat je ziet dat Juve eigenlijk steeds meer uitloopt. En dat zelfs internationale de laatste tijd ook gewoon prima stappen zet. Is het gewoon heel pijnlijk om te zien hoe AC Milan gewoon is afgegleden in Europees, maar ook in de Serie A. We gaan dus de Career Mode AC Milan starten en ik ga jullie meenemen, want we willen natuurlijk wel weer dat Milan gevoel hebben. En wat is nou precies dat Milan gevoel? Nou, dat ga ik proberen aan jullie uit te leggen, want hoe we de laatste jaren AC Milan kennen, dat is echt niet wat AC Milan eigenlijk is en waar AC Milan ook voor staat. Als we even de pre-season bekijken, ja, die gaan we natuurlijk wel gewoon spelen in Engeland. En dan gaan we gewoon ook, zoals in de Career Mode Fortuna, gaan we deze pre-seasons dus gewoon simuleren. En ook gewoon kijken dat iedere wisselspeler ook gewoon aan spelen toekomt. En dat we gewoon een beetje gaan roleren ook. We gaan verder nog niet in de pre-season althans de opstelling veranderen, want we gaan ook, zoals bij de Career Mode Fortuna, gaan we gewoon 4-3-3 spelen en gewoon Hollandse school inbrengen. Als we eventjes het balletje AC Milan zien, dan zien we dus wel dat we Europa League spelen. En dat is in ieder geval prima om te beginnen. Althans, dat was dus bij Fortuna, dat is helemaal niet het geval. Bij AC Milan zien we dat we in Pool F zitten met Real Betis, Olympiacos Piraeus en de Luxemburgse club, waar ik niet eens ga proberen om die naam uit te spreken. In ieder geval, groep F. Milan heeft zich hiervoor niet weten te plaatsen voor de knockoutsfase. In ieder geval, dat is dus voor ons wel een taak om in ieder geval ons te plaatsen voor die knockoutsfase. Als we eventjes de kalender erbij pakken, dan zien we dat onze eerste echte grote test dat wordt de Supercoppa Italia tegen Juventus. En Milan speelde deze wedstrijd omdat ze in ieder geval vorig seizoen de bekerfinale hebben gehaald, waar ze die verloren hebben van Juve. Maar in ieder geval, de Supercoppa Italia, dat wordt onze eerste echte vuurdoop voor Milan. En ook zien we dat we het seizoen thuis openen tegen Genoa. Als we dan eventjes de selectie van Milan erbij pakken, dan zien we dat Rino Gattuso speelde in ieder geval met een 4-4-2. Nou, zoals jullie mij kennen en ook uit de Career Mode Fortuna, dat gaan we dus niet doen. We gaan dus wel gewoon spelen in een 4-3-3. We gaan proberen gewoon attractief voetbal te spelen en gewoon beetje dat Hollandse school erin te krijgen bij AC Milan. Als we eventjes de selectie zien, dan zien we dat Gonzalo Higuaín nog steeds erbij zit. Maar ja, zoals jullie ook weten, Higuaín is volgens mij 2 dagen geleden getransfereerd naar Chelsea op huurbasis van Juve. Dus we gaan dus Higuaín nog voor de wedstrijd tegen Juventus zijn contract ontbinden. En dan gaan we hem gewoon terug laten gaan naar Juve. Het is in ieder geval, ja, een beetje pijnlijk hoe Higuaín, want ja, hij heeft het gewoon niet heel slecht gedaan, maar staat wel best wel onder druk. En ja, hij heeft ook een aantal uitspraken gedaan. Maar goed, in ieder geval, Higuaín gaat dus terug naar Juventus. Dan zien we wel dat we Patrick Coutrone hebben. En met zijn 20 jaar een algemene rating van 77, zal hij dus onze centrumspits worden in die 4-3-3-formatie. En ja, wil ik eigenlijk jullie nog vragen, wat doen we met Piatek? Gaan we Piatek halen of gaan we toch kijken voor een andere spits? Als we ook zien, dan zien we dat Bakayoko gehuurd is van Chelsea. De man die wel als CVM zou kunnen spelen in een 4-3, maar wat niet echt mijn voorkeur geeft. In ieder geval, we hebben ook nog Frank Kessie. Kessie die wordt gehuurd nog van Atalanta Bergamo. In ieder geval, dat hebben ze gedaan om de fair play regels een beetje te omzeilen, zodat Milan toch een speler kan aantrekken. En dan volgend jaar wordt dan een transferbedrag betaald. Dan zien we dat Soezel, onze grote ster op de rechtsbuitenpositie, dus prima uit de voeten zou kunnen in een 4-3. En dan zou Hakan Çalhanoğlu in ieder geval aan de andere kant kunnen spelen. En ja, heb je gewoon wel natuurlijk prima wingers met Hakan Çalhanoğlu en Suso. Çalhanoğlu kwam volgens mij transfervrij over van Bayern Leverkusen toen altijd. In ieder geval de club nou waar Peter Bos aan het werk gaat. Dan zien we dat we Rodriguez hebben, Romagnoli, Moussakio en Calabria. Hun vieren vormen de achterhoede. En ook Calabria komt gewoon uit de eigen jeugd van Milan. Dan heb je dus Patrick Coutrone, Calabria, Donnarumma en Locatelli. Wat gewoon
uit de eigen jeugd van Milan komt. En dat is gewoon best wel super knap. Want dat zie je niet vaak in de Serie A. Dat er gewoon echt jeugdspelers zeg maar, in het eerste echt spelen. In ieder geval van die grote clubs. Dan gaan we eventjes een kijkje nemen op de bank. En dan zien we dat Caldara. Hij is overgekomen van Juve. Samen met Higuain. In die deal met Bonucci. In ieder geval, we hebben ook nog Ignacio Abate. Die tevens een afgelopen contract heeft. Als ze naar mij ligt, gaan we Abate verlengen. We zien dat Pep Reina ook op de bank zit. En Reina hebben ze eigenlijk aangetrokken als een soort van mentor van Donnarumma. Laxalt kwam over van Genoa. Heeft trouwens een prima WK gespeeld. En zou ook uit de voeten kunnen als linksback. In ieder geval een aanvallende linksback. Halilovic kwam transfervrij over van Hamburger SV. En dat vind ik wel een prima transfer. We hebben nog Ricardo Montolivo, former captain. Ja, hij heeft ook een afgelopen contract en ik denk gewoon dat we er goed aan doen. Ook om Ricardo Montolivo aan boord te houden, ook met de dosis ervaring. We hebben nog Fabio Borini en Borini kwam over van Sunderland. En ja, hij heeft tot dusver niet echt de indruk weten te maken bij Milan. Hij heeft in het verleden toen een prima seizoen gedraaid bij AS Roma, maar tot dusver bij Milan nog niet echt veel kunnen laten zien. We hebben Lucas Biglia nog op de... bij de reserves zitten. En ook Strinic, Mauri, Castellejo. Castellejo kwam over van Villarreal. Dacht ik, een club die nou echt enorm in de problemen zit in Spanje. We hebben ook Bonaventura ook nog hier zitten. En Bonaventura zou natuurlijk wel in de basis kunnen gaan starten. We zien ook Bertolacci. En Bertolacci mag van mijn mening ook vertrekken. We hebben nog Paqueta. En Paqueta is de man die Milan nieuw heeft aangetrokken, de Braziliaan. En zoals we zien, 20 jaar 79 rating. Ziet het er best wel prima uit. Ik heb trouwens zijn skill move gezien afgelopen wedstrijd tegen... Volgens mij was het zelfs tegen Genoa. Echt een prima skill move. Hij heeft echt wel skills die je pakt. En misschien zou hij in de voetsporen kunnen treden van Ricardo Kaká. Wie weet. Goed, als we dan eventjes een blik nemen op de transferlijst. En dan zien we dat Matthijs de Ligt dus hoog op ons lijstje staat. In ieder geval Frenkie de Jong is eergisteren getransfereerd voor 75 miljoen euro van Ajax naar Barcelona. En ik denk gewoon dat we met Milan meteen toe moeten slaan om Matthijs de Ligt naar Milan te halen. Als het naar mij ligt, zetten we alles op alles om Matthijs de Ligt de topclubs voor te zijn. Om PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City en Manchester United gewoon voor te zijn en Matthijs de Ligt aantrekken als de allereerste nieuwe aanwinst van dit Milan. Dan zien we ook nog dat we Felipe Romagna op de transferlijst hebben staan en ik... hij is mij niet echt zo heel bekend, maar in ieder geval in Italië zeggen ze dat Felipe Romagna dus de nieuwe... en de Italiaanse Matthijs de Ligt is, dus we gaan hem in ieder geval eens scouten en eens kijken wat er qua rating en beoordeling eigenlijk bij Felipe Romagna uit gaat komen. Dan hebben we nog Marco van Nier en van Nier... is eigendom van Cittadella aan de Serie B, maar wordt uitgehuurd aan Catania is het volgens mij. En Marco van Nier is ook gewoon een prima Italiaans talent, een van de grote Italiaanse verdedigende talenten. Dus in ieder geval wel zeker de moeite om hem eens te gaan scouten en te kijken hoe zijn rating is. Dat geldt dus ook voor Romagna. Dan hebben we ook zeker wel Garay. En Garay zou natuurlijk wel ook gewoon prima verdedigende versterkingen zijn, ook met zijn 31 jaar, was aanvoerder bij Zenit Sint-Petersburg en ook wel geregeld bij Valencia. In ieder geval als Parejo dan niet speelt, maar hij zou in ieder geval wel een prima aanwinst kunnen zijn. Ook Angelo Ogbonna is mij een beetje op de radar gekomen, zeker omdat hij ook wel een Italiaan is en zijn vorm bij Juve eigenlijk niet heeft kunnen hervinden bij West Ham United zou hij natuurlijk wel een prima aanwinst kunnen zijn. Dan zien we ook nog Victor Wanyama. En Wanyama natuurlijk met zijn dosis ervaring niet altijd de basisspeler bij Spurs. Maar hij zou zeker weten een versterking kunnen zijn voor dit Milan als in ieder geval de CVM positie. In ieder geval voor zo'n soort spelers moeten we nou wel bij Milan gaan kijken. In ieder geval die echt bij die topclubs een beetje net buiten de boot vallen. Goed, we zien Luis Gustavo. En Gustavo, ja, zeker weten met zijn ervaring bij Bayern München. Champions League ervaring. Is nou captain bij Olympique Marseille en zou natuurlijk wel een prima versterking zijn voor op het middenveld bij Milan. Zeker omdat je ook wel een dosis ervaring hebt met Luis Gustavo in ieder geval. Zou hij gewoon goed uit de voeten kunnen als die CVM positie en ook een beetje het spel verdelen. Maar ook wel gewoon het slot op de deur. In ieder geval Luis Gustavo heeft wel heel veel ervaring ook bij het Braziliaans elftal. Dan zien we Sandro Tonali. En Tonali, dat is eigenlijk wel een van de grootste Italiaanse talenten. Dus ik denk dat we met hem ook gewoon meteen... werk moeten gaan maken, zeg maar. Want Sandro Tonali wordt echt wel de nieuwe Andrea Pirlo zelfs genoemd in Italië. Dus in ieder geval, we moeten wel Juventus proberen voor te zijn om hem zo snel mogelijk binnen te halen. We zien ook nog Ndombele. En Ndombele is wel een van de sterkhouders van Lyon. Is natuurlijk ook nog wel jong en zou natuurlijk ook voor het toekomstige Milan zeker
wel in aanmerking kunnen komen. Dan staan op mijn verlanglijst ook nog Richie Bazur. En Bazur, ja, ik weet niet, maar ik heb altijd wel iets met Bazur gehad. Want ik vind hem wel gewoon een geweldige speler. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel een beetje dat nonchalance in zich. Maar in ieder geval, misschien zouden we hem nog uit de put kunnen halen bij Wolfsburg. Is trouwens pas getransfereerd naar FC Utrecht, waar Utrecht gewoon prima zaken mee heeft gedaan. Dan zien we nog Daniele Barzagli. En Barzagli is gewoon een van de sterkhouders van Torino. Shinji Kagawa zou ook een prima aanwinst kunnen zijn. Zeker Kagawa is ook wel iets ouder. En heeft gewoon best wel een redelijk ervaren leeftijd. En heeft gewoon ook prima Champions League ervaring. Kampioen geworden bij United. Kampioen geworden bij Dortmund. Dus hij zou gewoon een prima versterking kunnen zijn voor Milan. Dan heb ik ook nog op ons lijstje Gamas Rodriguez staan. Rodriguez is natuurlijk bij Bayern München niet altijd basisspeler. En is wel nog eigendom van Manchester. Of van Real Madrid. Dus ja, sowieso als we Matthijs de Ligt halen, betekent dat wel dat we niet Gamas Rodriguez kunnen halen. Maar misschien wel voor een volgend seizoen zou hij zeker een optie kunnen zijn. Dan hebben we nog Sebastian Giovinco. En Giovinco is eigenlijk gewoon stiekem iets te goed voor die MLS-competitie in Amerika. Dus hij zou zeker een versterking kunnen zijn bij Milan. En ook om hem terug te halen naar Italië. Naar Italië, want zijn loopbaan is begonnen bij Parma en is daarna getransfereerd naar Juve. En hij toen naar de MLS gegaan. Dan hebben we ook nog Javier Hernandez. En Hernandez zou in ieder geval, als Higuaín vertrekt, Cutrone zou onze eerste spits worden. We hebben natuurlijk wel aan Javier Hernandez een prima soort van ook mentor voor de jonge Patrick Cutrone. Om hem dus in ieder geval te assisteren vanaf de reservebank. Omdat Javier Hernandez heeft ook gewoon bij United gescoord, bij Real Madrid gescoord en ook bij West Ham United. Bij een matig elftal pikt hij gewoon af en toe zijn doelpuntjes mee. Ik denk gewoon een prima spits. We zouden ook nog voor Radamel Falcao kunnen gaan, maar Falcao is natuurlijk wel al 32 jaar. Dat betekent wel dat we geen 20 miljoen voor hem willen betalen. Dus hij zou dan op zich transfervrij of zoiets over moeten kunnen komen. In ieder geval wel een speler om in de gaten te houden, want hij zou zeker kunnen passen bij dit Milan. En dan hebben we ook de allernieuwste aanwinst van AC Milan, is gisteren getransfereerd. Dat is Piatek. En ik weet niet of Milan er wel zo goed aan doet om Piatek te halen. Want Piatek is gewoon voor 35 miljoen euro overgekomen van Genoa naar AC Milan. Hij staat natuurlijk wel onder Ronaldo op de topscorers ranglijst in de Serie A. Maar om Piatek nou te halen, als je de jonge Patrick Cutrone hebt, of dat nou zijn hele goede zet is geweest van Milan, ik weet het niet. Dus ik laat het een beetje aan jullie over. Moeten we dus gaan voor bijvoorbeeld een Javi Hernandez, Radamel Falcao of Giovinco, of toch voor Piatek gaan? Dat betekent wel dat Patrick Cutrone dan naar de bank gaat. Tja, als we dan eventjes het transferbudget zien van AC Milan. En dat ziet er gewoon prima uit met 110 miljoen. Terwijl die dan ook nog op 71,29 staat. Dus in ieder geval, er is wel van alles mogelijk. In ieder geval, Matthijs de Ligt is in ieder geval zeker weten haalbaar. Ook omdat Frenkie de Jong dus voor 75 miljoen euro is vertrokken naar Barcelona. Dat betekent dus ook dat we gewoon voor Matthijs de Ligt gewoon een heel groot transferbudget moeten betalen. Willen we natuurlijk ook een beetje realistisch houden. Want, in ieder geval zoals we hebben gezegd, financieel is er wel het een en ander mogelijk. Maar wordt bij het huidige Milan vaak de verkeerde keuzes gemaakt. En dat gaan wij in ieder geval bij de Career Mode AC Milan dit jaar anders doen. Als we dan ook eventjes naar de Youth Academy gaan. Dat betekent wel dat we ook scouts gaan inzetten. Zeker weten ook om, ik had gedacht om een soort van ode te doen aan onze legends. Om gewoon zeg maar één scout in Brazilië neer te zetten. Één scout in Nederland en één scout in Italië. Om in ieder geval een soort van eer te bewijzen aan Cafu, aan Ronaldinho, aan Kaká, noem maar op. En eentje in Nederland, natuurlijk Frank Rijkaard, Van Basten, Seedorf, Gullit enzovoorts. En eentje in Italië, zodat we gewoon op zoek kunnen gaan naar misschien wel de nieuwe regen van Inzaghi, Nesta, Maldini, Gattuso en noem allemaal maar op. Dus in ieder geval, we gaan er eentje zetten in Brazilië, eentje in Nederland en eentje in Italië. En of het dan ook echt zin heeft, zeg maar, om de Nederlandse scout, bijvoorbeeld Edwin Peters, nou in Nederland te zetten. En Michele Russo dus in Italië te gaan zetten. Of dat gewoon, omdat hij zeg maar een Italiaanse scout is en dan in Italië te zitten. Of dat echt iets meer resultaten oplevert, dat weet ik niet. Ik weet niet of jullie daar ook ervaring mee hebben. Dus in ieder geval, we gaan het wel gewoon doen dat we dus de Portugees in Brazilië gaan zetten voor 9 maanden. En we gaan gewoon het type gewoon willekeurig zetten in ieder geval voor het begin. Dan gaan we dus Edwin Peters in Nederland zetten. En gaan we ook zijn zoeken zeg maar gewoon op willekeurig en ook gewoon 9 maanden. Dat betekent in ieder geval dat er dus ook een scout in Nederland zit. En misschien wel dat we gewoon
gewoon heel wat talenten kunnen ophalen. En ja, dat zou gewoon prima zijn. Zeker omdat we ook aan de jeugd moeten denken. Want dat is gewoon ook heel belangrijk. Zeker bij het huidige Milan. Wat zeg maar gewoon best wel een aardige jeugdopleiding heeft. Maar zoals we dus al zeiden. Manuel Locatelli, Calabria, Patrick Cutrone. Ja, die zijn natuurlijk wel gewoon... En Gianluigi Donnarumma, dus natuurlijk, die zijn gewoon wel natuurlijk doorgestroomd vanuit, vanuit de jeugd van Milan naar het eerste. Dus dat is in ieder geval wel gewoon prima om te zien. In ieder geval, we gaan dus op de transferlijst wel naar de nodige ervaren spelers zoeken. We hebben wel gezegd, we willen Matthijs de Ligt halen. Dus Matthijs de Ligt staat zeker op hoog op ons verlanglijstje. Maar verder gaan we wel zoeken naar wat ervaren spelers. Om in ieder geval die jonge groep van Milan met die talenten in ieder geval te kunnen gaan begeleiden. En ook de kaart te kunnen gaan trekken. Want zeker, daar schort het natuurlijk wel een beetje aan. Dat Milan mist wel wat leiders. Wel wat karakters. In ieder geval wat Milan wel altijd vroeger had met die grote namen natuurlijk van Gattuso, Seedorf, Inzaghi, Pirlo, noem allemaal maar op. Maar in ieder geval, Milan mist wel wat leiders. In ieder geval, we gaan eens eventjes de selectie erbij pakken. En zien we dat deze Antonio Donnarumma, de broer van Gianluigi Donnarumma, in ieder geval wel op de transferlijst kan gaan. En dat Pilizari een aflopend contract heeft. We gaan zijn contract in ieder geval wel verlengen. Want we willen het natuurlijk niet hebben dat ook deze jeugdspeler van Milan gratis de deur uitgaat. In ieder geval, we gaan hem voor 4 jaar vastleggen. Zijn rol is sporadisch en dat betekent gewoon wel dat Pilizari dus ja, wel gewoon tweede, derde doelman blijft achter Donnarumma. Maar dat zijn contract gewoon zeker verlengd gaat worden. Dan zien we ook dat Ignacio Abate een aflopen contract heeft. En Ignacio Abate is ook in het verleden wel vaker aanvoerder geweest bij Milan. Komt ook uiteindelijk uit de jeugd van Milan. En zeker weten hem gaan we ook gewoon een contract verlengen. Want Calabria wordt natuurlijk wel onze eerste rechtsback. Maar Abate zou zeker weten gewoon onze tweede rechtsback zijn en worden. Goed, we hebben dus hem ook voor nog een aantal jaar vastgelegd. Dat betekent dat in ieder geval Abate gewoon langer bij Milan blijft. Als we dan eventjes de centrumverdedigers erbij pakken, dan zien we dat we Moussakio hebben, dat we Romagnoli hebben, dat we Caldara hebben, dat we ook nog Zapata hebben. Dus mochten we natuurlijk voor de licht gaan, betekent wel dat we een van deze verdedigers moeten gaan verkopen. En ik denk dat het gewoon het verstandigste is om Christian Zapata dus op de transferlijst te zetten. En wellicht dat hij gewoon nog een mooie club kan vinden. Zeker omdat hij ook wel wat jaren al bij Milan heeft gespeeld. Goed, als we dan die mooie Bakayoko bekijken. En Bakayoko wordt gehuurd van Chelsea. Maar Milan zelf heeft Locatelli verhuurd aan Sassuolo. En dat vind ik eigenlijk gewoon niet zo'n goede set. Want eindelijk is dit een beetje kapitaansvernietiging wat je doet bij Milan. En zeker Manuel Locatelli heeft het gewoon prima gedaan bij Milan. Met zijn 2 goals bij die wedstrijd van Juve. Dat zal ik in ieder geval nooit vergeten. In ieder geval Locatelli gaan we dus terughalen naar Milan. Dat betekent dat we Bakayoko gaan terugsturen naar Chelsea. In ieder geval, dat is in ieder geval onze eerste zet die we gaan doen als manager van AC Milan. Dat betekent dus dat Locatelli, onze eigen jeugdspeler, dus weer aan boord is. En dus dit seizoen gaat spelen in het rood en in het zwart. We zien ook dat Ricardo Montolivo een afgelopen contract heeft. En ook onze former captain van Milan, zeg maar, hem gaan we ook contract verlengen. Want ik denk dat we er ook gewoon goed aan doen om Ricardo Montolivo dus langer aan boord te houden bij AC Milan. Ja, er was nog sprake van dat hij Milan zou gaan vertrekken. Maar ik denk gewoon dat het prima is om Montolivo dus nog aan boord te houden. Dus ook Manuel Locatelli. We gaan hem natuurlijk wel weer het nummer 73 geven. Het nummer waar hij ook bij Sassuolo mee speelt. Maar ook altijd bij Milan mee speelt. In ieder geval, Manuel Locatelli is terug bij AC Milan. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Goed, we zien ook nog dat we Samu Castillejo hebben. Castillejo kwam vorig seizoen over van Villarreal. In ieder geval, dat wordt wel nog best wel een aardige concurrentiestrijd op rechts. Met die twee Spanjaarden, Suso en Castillejo. Ja, Andrea Bertolacci zou dus ook nog wel op de transferlijst kunnen. Want ja, hem gaan we natuurlijk niet echt gebruiken. We hebben Giacomo Bonaventura. En Bonaventura is wel een van de dragende spelers van Milan op het middenveld. Met een rating van 82. Ja, daar kan er echt nog wel eentje bij, denk ik. Dan zien we ook dat we Frank Kessie dus gehuurd hebben van Atalanta. Dat heeft Milan dus gedaan om die fair play regels een beetje te omzeilen. Want ja, ze hebben gewoon gezegd dan huren we hem een jaar en dan kopen we hem het volgend jaar voor 30 miljoen euro. Dus ja, eigenlijk is dit, ja, ook Frank Kessie hebben dus in ieder geval maar een jaar. Daarna gaat hij terug naar Atalanta. Diego Laxalt vind ik wel best wel een prima transfer om in ieder geval in de breedte te versterkt hebben. Dan ben ik ook wel benieuwd naar deze nieuwe man, Paqueta. In ieder geval, hij kwam over uit de Braziliaanse competitie. En ja, ik heb zijn eerste wedstrijd gezien bij Milan.
ik vond het behoorlijk flegmatiek en ik moest wel een beetje denken aan Kaká en Ronaldinho toen ik hem zag spelen. Dus in ieder geval ben ik wel eens heel erg benieuwd, mocht hij natuurlijk uiteindelijk in die voetsporen kunnen gaan treden van Kaká en Ronaldinho. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Goed, Gonzalo Higuaín, we hebben gezegd, oké, hij is getransfereerd naar Chelsea, dus we gaan hem ook in ieder geval terugsturen naar Juve, omdat hij gehuurd wordt. Ja, dat gaan we in ieder geval wel nog doen voor de wedstrijd tegen Juve. En dan hoop ik niet dat hij dan uiteindelijk ons pijn zou kunnen doen in die Supercoppa Italia finale tegen Juventus. Dat zou natuurlijk wel heel erg dubbel zijn. Maar in ieder geval, Patrick Cutrone gaat, denk ik gewoon dat we daar het beste aan doen om hem als eerste spits te gaan maken. En dus dat we niet voor Piatek gaan, want daarom heb ik die career mode ook net nog ingezet. Want ik hoorde dat er sprake was van Piatek. Maar ja, ik denk niet dat Milan er goed aan doet om dus Piatek te halen. En dat wij in ieder geval moeten gaan kijken naar een soort van ervaren speler. Ook waar Patrick Cutrone dus eigenlijk zich een beetje gewoon aan kan optrekken. We zien ook nog dat we André Silva hebben. En Silva wordt momenteel uitgeleend aan Sevilla. Hij draait daar prima bij Milan wat opstartproblemen gehad. Dus in ieder geval, we hebben ook nog André Silva. Dus ja, om dus gewoon een hele dure spits te gaan halen. Je hebt André Silva en Patrick Cutrone. Is het gewoon niet echt zo'n slim plan. Fabio Borini mag wat mij betreft ook vertrekken. Maar ik zie dat dat nog niet helemaal gaat nu. We hebben ook nog Hakan Calhanoglu dus voor op die linkerflank. En dus Suso op de rechterflank. En Castillejo. Dat betekent dat we in ieder geval met die drie wel wat kunnen roleren. En wat schuiven tussen links en rechts. Goed, als we dan even de trainingen bekijken. Dan zien we dat we Patrick Cutrone, Locatelli, Romagnoli, Calabria en Donnarumma kunnen trainen. En dus daarin kunnen we ook gewoon wat wisselen. We hebben dus in ieder geval gewoon veel talent in huis. In ieder geval, ik ga geen enkele training voor deze mannen overslaan. Dat ga ik jullie natuurlijk niet iedere keer laten zien. Maar in ieder geval, we gaan hun wel gewoon trainen. Goed, als we dan eventjes kijken, dan zien we dat de eerste wedstrijd in de pre-season eraan komt. En dat is de wedstrijd tegen Valencia. In ieder geval, we hebben dus gezegd, we gaan simuleren, we gaan die 4-4-2, we gaan dat nog niet aanpassen, dat gaan we pas doen als de jongens terug zijn van die pre-season. In ieder geval, de eerste wedstrijd, die gaan we simuleren. En de eindstand is geworden 3-0 van Valencia. Dat is in ieder geval een prima resultaat. En dus Patrick Cutrone en Gonzalo Higuaín allebei trefzeker in de wedstrijd tegen de Spanjaarden. Goed, wederom een Spaanse tegenstander, dus Atletiek Club de Bilbao. Die wedstrijd wordt met 2-2 gelijk gespeeld en een blessure met een ambulance voor Biglia. Dus hopen dat dat in ieder geval meevalt. Nou, de derde wedstrijd tegen Arsenal. 0-1 verlies. En ik denk dat we met die uitslag dan wel doorgaan in de preseason. Of dat we uitgeschakeld zijn. Nou ja, in ieder geval het doelpunt van Aaron Ramsey nog. Ik ben nou eens benieuwd, want hij zou ook in de belangstelling staan van Juventus. Dus of hij uiteindelijk ook nog naar de Serie A komt. Dat is nog maar afwachten dan. Na drie wedstrijden gespeeld hebben in de preseason zien we dus dat we onze eerste transferaanbieding binnen hebben. En die is voor Cristian Zapata. Schalke 04 meldt zich dus voor het overnemen van de Colombianen. We hebben dus eerder gezegd, hem zien we ook graag vertrekken. Zeker omdat we dus een nieuwe centrale verdediger Matthijs de Ligt willen aantrekken. Dat staat hoog op ons verlanglijst. Dus als we dus Cristian Zapata verkopen, zouden we daarmee in ieder geval wel gewoon wat meer ruimte hebben in de selectie voor dus een centrale verdediger. We hebben dus ook onze eerste opbrengst gehaald voor de preseason. Ja, in ieder geval, we hebben ook een aanbieding voor Donnarumma. En dat is natuurlijk voor Antonio Donnarumma. Hij zou dus eventueel ook mogen vertrekken uit het San Siro. Ja, dan hoop ik in ieder geval dat we ze snel rond kunnen komen met Zapata over de transfer van hem. Dus nou, in ieder geval, we zouden het hem natuurlijk ook van harte gunnen om nog bij Schalke aan de bak te kunnen gaan. Zeker Zapata heeft ook wel een poosje bij Milan gespeeld. Hij heeft ook nog Champions League gespeeld met Milan. Dus hem zien we graag vertrekken. Dan hebben we een aanbieding voor José Mauri. En Mauri mogen we ook vertrekken. Heeft Milan kort geleden zelfs ook verkocht. Dus Mauri zou in ieder geval kunnen vertrekken naar de Turkse competitie. Dan in ieder geval belangstelling heeft voor hem. Als we dan de volgende wedstrijd zien in de preseason. Die wedstrijd tegen Everton gaat met 2-1 verliezen. En dat betekent dat we vanuit Engeland in ieder geval huiswaarts keren. Met eigenlijk een beetje teleurstellende preseason. Dus daar zullen we zeker nog wel een mailtje ontvangen over de boord van AC Milan. Dat betekent wel dat we nou een lange aanloop hebben aan voorbereiding voor in ieder geval die wedstrijd tegen Juve. Wat echt onze eerste vuurdoop gaat worden. In ieder geval is die wedstrijd tegen Juventus, want dat wordt echt wel een klapper. Goed, dan hebben we nog een transferaanbod voor Bertolacci. Dat is natuurlijk prima nieuws, want Bertolacci willen we ook maar al te graag verkopen. Dus in ieder geval, ja,
Hij zou ook wel een transfersom tussen de 10 en tussen de 7, 8 miljoen euro waard zijn. Dus dat is in ieder geval wel een aardig bedrag wat we nog kunnen ophalen voor Bertolacci. Dan zien we dat de opbrengst voor de preseason ook wel een beetje tegenvalt met 3,7 miljoen euro. Maar dit is in ieder geval wel iets. En ja, in ieder geval de wisselspelers die hebben hun werk kunnen doen. En dat betekent ook dat we zo meteen eventjes de opstelling erbij gaan pakken van Milan. Want nou, de jongens dus huiswaarts gaan keren. Gaan wij in ieder geval beginnen om het nieuwe systeem bij Milan erin te gaan krijgen. We gaan dus 4-3-3 formatie spelen. Dus de 4-4-2 van Gennaro Gattuso, dat gaat weg. We gaan in ieder geval eventjes de selectie overhoop halen. En dat betekent dat we, ja, vooralsnog dus gaan spelen in een 4-3-3. Met dus Suso, met Hakan Çalhanoğlu en Gonzalo Higuaín dan eventjes in de spits voor het eventjes aan te zien. Maar in ieder geval Patrick Cutrone, die zou dus in de spits gaan starten. Ik heb dit eventjes doorgespoeld voor jullie. Maar in ieder geval, dit is de formatie wat wij gaan spelen. We gaan dus in ieder geval spelen vanuit een 4-3-3. En Gonzalo Higuaín hebben dus gezegd, hij gaat nog voor de wedstrijd tegen Juve, gaat hij richting Juventus. In ieder geval Suso vanaf rechts, Hakan Çalhanoğlu vanaf links. En het middenveld is dan Bonaventura, Biglia en Paqueta. Paqueta kiezen we boven voor Frank Kessie, omdat Kessie dus sowieso gehuurd is van Atalanta. Het centrum zou dan worden Moussakio en Romagnoli. Voor nu dan eventjes. Rodriguez op rechts, Calabria op links. Nou is het in ieder geval gewoon prima 11 wat we nou hebben. Op de bank Pepe Reina dus als reservedoelman, Caldara en Patrick Cutrone. Als we de transferlijst erbij pakken, zien we Matthijs de Ligt. En we gaan dus ook meteen werk maken om Matthijs de Ligt aan te trekken na de preseason. Dus om in ieder geval die topclubs, zoals we zeiden, af te troeven, zeg maar. We zien ook dat zijn afloopclausule heeft hij er staan, maar 50 miljoen voor de Ligt. Dat is natuurlijk niet echt heel realistisch. Dus ik heb gezegd, oké, als Frenkie de Jong 75 miljoen euro waard is, dan is Matthijs de Ligt zeker weten rond de 80 miljoen euro waard. En dat gaan we dus ook gewoon betalen voor Matthijs de Ligt. Om het in ieder geval gewoon realistisch te houden. Ik hoop dat in ieder geval dat wel een extra likeje oplevert. Want we kunnen dus Matthijs de Ligt voor 50 miljoen krijgen. Maar we gaan 82 miljoen euro betalen om het in ieder geval dus realistisch af te handelen. En in ieder geval Ajax met 82 miljoen euro rijker te maken voor een van hun beste verdedigers uit de historie van Ajax. Dus Matthijs de Ligt nu al. Dus Matthijs de Ligt, hè, met hem gaan we dus onderhandelen. Ja, we zien ook dat Zapata dus verkocht is. Dus in ieder geval, Matthijs de Ligt zou dus naast Romagnoli in ons hart van de verdediging kunnen staan. Goed, ja, we gaan dus ook meteen even kijken. Nog een aanbieding voor Antonio Donnarumma. Hij schijnt wel aardig in trek te zijn, want het is in ieder geval volgens mij onze derde aanbieding al voor Donnarumma. Ja, we gaan dus ook meteen onderhandelen met Matthijs de Ligt en met zijn zaakwaarnemer om in ieder geval het laatste akkoord te maken. In ieder geval, zeker weten voor lange termijn is de Ligt natuurlijk wel de speler die we graag zouden willen zien. En zeker Matthijs de Ligt, hij heeft wel iets ook van een Milan-speler. Hij heeft gewoon ook karakter, hij heeft hartstocht. Gewoon, Matthijs de Ligt is wel gewoon een Milan-speler. En wie weet misschien wel de toekomstige captain van dit AC Milan. In ieder geval, Matthijs de Ligt voor 82 miljoen euro. Onze eerste aankoop van de 18-jarige centrale verdediger van Ajax. Presenteren we dus de Ligt als onze eerste echte aankoop. En hiermee willen we ook gewoon laten zien, Milan is toe aan verandering. En dat gaan we zeker weten gewoon doen met Matthijs de Ligt. Als we dan eventjes de formatie erbij pakken, gaan we de Ligt dus ook gewoon per direct invoeren naast Romagnoli in het hart van de verdediging. Dat betekent dus wel dat Moussakio naar de reserves verhuist en dat bij de wisselspelers gewoon Caldara blijft staan. In ieder geval Matthijs de Ligt, 18 jaar, 83 hè. Oh, hij heeft gewoon ook wel een lekkere stad hoor. Matthijs de Ligt, ben echt wel heel blij met deze eerste signing. Matthijs de Ligt dus naar AC Milan. Goed, als we dan eventjes vervolgen, zien we dat de onderhandelingen met Andrea Bertolacci wel op de goede weg zijn. Dus dat Bertolacci verkocht gaat worden. En dat zien we natuurlijk prima, want dat zien we graag gebeuren. Want Andrea Bertolacci mag dus vertrekken naar Olympique Lyon voor 8,5 miljoen euro. Ja, dan hebben we dus nog wel een poosje te gaan voordat de wedstrijd tegen Juventus dus op de kalender staat. We zien nu ook een transferaanbieding voor Biglia. En Biglia zou niet weg hoeven. Maar als we dus dit bedrag zouden kunnen krijgen van West Ham United voor Biglia, dan zeg ik, doe hem weg en haal bij wijze van spreken Luis Gustavo of Victor Wanyama. Want hun twee zijn natuurlijk wel internationaal veel meer, hebben veel meer ervaring dan Lucas Biglia. Dus we gaan dus in ieder geval akkoord met deze transfer
aanbieding van West Ham United op Lucas Biglia. In de hoop dat hij wordt verkocht aan de Engelsen. We zien ook dat Mauro Icardi boven de 100 miljoen euro getransfereerd is van Internationale naar Real Madrid. En dat betekent ook dat in ieder geval Inter dus ook wel een stukje zwakker is geworden. Mochten ze zich niet meer gaan aantrekken met een nieuwe spits. Luis Gustavo is dus rond de 17 miljoen euro waard. Daarin gaan we dus kijken wat we kunnen bieden. Want ja, natuurlijk 17 miljoen euro voor een 31-jarige speler is natuurlijk erg veel geld. Dus we gaan proberen daaronder te zetten. Ik zie dat Olympique Marseille 32,4 miljoen euro wilt hebben voor een aanvoerder. Dat is gewoon te veel geld voor zo'n speler. Dus in ieder geval, en ook nog een doorverkooppercentage van 10 miljoen euro. Dus, gaan we eens kijken wat we kunnen bieden. 13 miljoen euro. En wat is daarop het antwoord van Olympique Marseille? Wellicht doen ze er nou wel iets vanaf. Oh, het bot wordt radicaal van de tafel geveegd. Dat betekent dat Luis Gustavo in ieder geval nog even op zich laat wachten. In ieder geval, we komen snel terug om wederom onderhandelingen te doen met Olympique Marseille. Maar in ieder geval 13 miljoen euro is te weinig voor de aanvoerder van Olympique Marseille. Goed, Bertolacci is verkocht. En wederom een transferaanbieding voor Donnarumma. Wederom uit Turkije. Dus zien we natuurlijk maar al te graag vertrekken. Maar tot vooralsnog toe is er eigenlijk nog niet veel sprake van gekomen. We zien in het mailtje dat Lucas Biglia dus verkocht is aan West Ham United. En dat we 14 miljoen euro op ons transferbudget kunnen bijschrijven. Dat betekent ook dat er nou weer ruimte is. Zeker omdat we 82 miljoen euro betaald hebben voor Matthijs de Ligt. Is het nou misschien beter om gewoon meteen Shinji Kagawa vast te gaan leggen. Zeker omdat Kagawa dus wel ervaring heeft. En ook Champions League ervaring heeft. Staat nou bovenaan met Dortmund. Volgens mij speelt hij niet elke wedstrijd. Dus in ieder geval, zo'n spelers moeten wel gewoon kijken. In ieder geval die ietsjes ouder zijn qua leeftijd. Want dat hebben we ook gezegd. Dat is ook gewoon AC Milan. Die gewoon vroeger eigenlijk wel altijd gewoon oudere spelers had. Zeker Nesta, Maldini, Seedorf, Inzaghi, Ronaldinho. Noem maar op. In ieder geval spelers die wel wat ouder waren. Maar wel gewoon nog bij Milan gewoon prima gespeeld en gefunctioneerd hebben. En daar was Milan ook gewoon altijd gewoon heel goed in. Om die spelers gewoon ook heel lang fit te houden. We zien dat Borussia Dortmund dus 16 miljoen euro wil hebben voor Shinji Kagawa. Dat vind ik wel gewoon best wel een realistische transfer zou Kagawa naar Milan gaan. In ieder geval ook met het verleden van Keisuke Honda heeft Milan dus wel een verleden met in ieder geval Japanse spelers. In ieder geval ook qua merchandising zal dat Milan ook veel geld opleveren. Zouden ze sterspeler Shinji Kagawa naar Milan halen. Want ik weet dat ze zeker met Honda. Hij was gewoon heel populair Honda bij Milan. In ieder geval ook hij had die soort van Japanse tv serie. Wat hem gewoon de hele tijd volgde bij Milan. In ieder geval met Shinji Kagawa naar AC Milan zou je gewoon hele goede zaken doen. Ook qua merchandise. Maar zeker ook qua versterking op dat middenveld. Kakao heeft gewoon de ervaring gehad. Ook bij Man United. Champions League gespeeld. Bij Dortmund kampioen geworden. Ook in Engeland is kampioen geworden. Shinji Kagawa. En mochten we Hernandez halen, betekent dat wel dat Shinji Kagawa en Hernandez opnieuw herenigd worden. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn om te zien. We zien dus ook dat we Shinji Kagawa voor 5 jaar gaan vastleggen. En ook dat zijn rol cruciaal is. Dus ik hoop dat jullie me een beetje begrijpen. Ook kunnen volgen in het proces wat we nou aan het doen zijn. Om dus in ieder geval rond de 30-jarige spelers te halen. Die gewoon internationaal ook heel veel ervaring hebben. En die dus dit elftal ook als soort van steunpilaren kunnen dragen. We hebben natuurlijk Matthijs de Ligt ook gehad. Maar hij is natuurlijk een exceptioneel talent. Dus ja, hij staat gewoon buiten kijf. Dat betekent wel dat het helaas nou erop zit voor aflevering 1. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. En ik verwacht wel een aantal steun van jullie in ieder geval wat we dus met die spitspositie gaan doen. Gaan we toch Piatek aantrekken of toch voor een ervaren aanvaller halen. Jongens, in ieder geval bedankt voor het kijken. En graag zie ik jullie bij de volgende aflevering. Greenwood AC Milan. Ciao.